Goedenavond, welkom bij de webinar opleiding veehouderij. Ik ben Astrid Sportel, docent veehouderij. En ik denk dat het goed is voor jullie om even te weten. Tijdens de presentatie kun je via de chat je vragen stellen. Mijn collega die jullie niet in beeld zien, die is er wel. Die gaat deze chats beantwoorden. Mocht het een vraag zijn die ik voor iedereen kan beantwoorden, dan behandel ik dat aan het einde van deze presentatie. Dus heb je een vraag, stel hem direct en misschien krijg je meteen antwoord. En anders later naar de presentatie. Wat gaan we bespreken vandaag? Wat wil ik bespreken met jullie? Ik laat jullie zien wat zo'n college naast veehouderij nog meer te bieden heeft. Waarom zou je voor de opleiding veehouderij kiezen? En wat kun je er dan daadwerkelijk mee? Zo'n college zit als opleider in Oost-Nederland. We proberen het beste van jou binnenste buiten te halen door een rijk aanbod aan opleidingen. Die zijn onderverdeeld in werkvelden. En in de PowerPoint zie je agro in het midden staan. Veehouderij valt onder agro samen met de groengrondinfra. Samen met onze studenten hebben we onze opleiding in beeld proberen te brengen. En daarvan wil ik jullie nu in ieder geval de opleidingsvideo eerst laten zien. Wil jij werken op een varkens-, pluimvee- of melkveehouderij of daar leiding of advies geven? En wil je goed leren inspelen op alle nieuwe ontwikkelingen binnen de sector? Dan is de opleiding veehouderij iets voor jou. Je leert veel in de praktijk bij agrarische bedrijven in de regio. En laat je ook kennis maken met thema's waar je als toekomstig agrariër of medewerker in de sector mee te maken hebt. Kortom, we leiden je op tot een professional in de agrarische sector. Steek je graag de handen uit de mouwen? Lijkt het je leuk om in een agrarisch of aanverwant bedrijf te werken? Wil jij je steentje bijdragen om te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg en gezond voedsel is voor iedereen en dat dit op een duurzame manier wordt geproduceerd? Dan is de veehouderij echt iets voor jou. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het belangrijk vind om een goed onderbouwde opleiding te hebben om later het bedrijf thuis te kunnen overnemen. En wat ik zo mooi vind aan veehouders zijn is goed verzorgen voor de dieren en zorgen dat deze goed produceren. Want als de koe gelukkig is, is de boer ook gelukkig. En ook zonder een thuisbedrijf kun je deze opleiding doen. Ik ben werkzaam in de veehouderij en ik doe deze opleiding zodat ik mijn kennis kan verbreden door middel van de theorie en veel praktijklessen. Je kunt kiezen uit drie richtingen. Melkveehouderij, varkenshouderij of pluimveehouderij. Leren in de praktijk speelt in de opleiding een belangrijke rol. We werken daarvoor nauw samen met agrarische bedrijven in de regio waar jij ervaring op doet. De samenwerking tussen zo'n college en het bedrijfsleven is van essentieel belang. Het is een brug tussen de theorie en de praktijk. We proberen de leerlingen zoveel mogelijk in de praktijk te leren door middel van stages, als het maar praktisch is. Daarnaast is ook de registratie belangrijk. Het is dus zowel constateren, uitvoeren, handelingen en ook registreren. Tijdens de opleiding werken we aan het verbreden van je horizon en het ontwikkelen van een ondernemende houding door aandacht te besteden aan actuele thema's zoals kringlooplandbouw, goed bodembeheer, wet- en regelgeving en dierenwelzijn en welke rol jij daarin wil hebben. Inderdaad leren we ons op de opleiding veehouderij alles over het dier, zijn ideale leefomgeving, de bodem die je bewerkt en de gewassen die je teelt. Kortom, alle kennis en vaardigheden die jij als veehouder nodig hebt voor een optimale productie. Heb jij een passie voor dieren? Ben je een verantwoordelijke doener die houdt van afwisselende werkzaamheden? Dan is de opleiding veehouderij echt iets voor jou. Na het afronden van de opleiding kun je aan de slag als agrarisch ondernemer of medewerker, inseminator of klauwbekapper, monteur melkwinningtechniek, medewerker grondonderzoek, procesoperator, buitendienstmedewerker of ZZP'er. De opleiding is te volgen op niveau 2, 3 en 4. Na het behalen van je diploma kun je direct aan de slag, doorstuderen of je verder ontwikkelen met een van onze cursussen. Ga naar onze website voor meer informatie. Zonnecollege. Haalt je beste binnenste buiten. Ik hoop dat jullie na het kijken van de video al een goed beeld hebben gekregen van de opleiding. Zoals je hebt gezien, kiezen we voor een goede mix tussen theorie en praktijk.
De agrarische wereld is in beweging en ons onderwijs beweegt mee. Binnen de actuele thema's brengen we basiskennis en verdieping aan. Bij kringloop landbouw moet je dan denken aan bodem, mest, voer en dier. Bij dierwelzijn geven we lessen over huisvesting, fokkerij en gezondheid. En bij technologie ga je je verdiepen in de melkwinningstechniek en in goed bodembeheer. De agrarische sector is veel in het nieuws. De toekomst van de landbouw is onderwerp van gesprek. We willen niet verspillen, we willen duurzaam eten en we willen goed zijn voor onze natuur. Maar krijgen we hiervoor ook een eerlijke prijs? Bij ons staat het dier centraal. Zoals Bram zegt in de video, is de koe gelukkig, dan is de boer ook gelukkig. Want je wilt de beste leefomstandigheden voor je dieren en je zorgt ervoor dat de burger weet waar zijn voedsel vandaan komt. In diezelfde agrosector gaan technische ontwikkelingen ontzettend snel. Met de innovaties in het onderwijs, zoals VR, virtual reality, kunnen we onze studenten meenemen in deze nieuwe ontwikkelingen. We kunnen je op deze manier bijvoorbeeld inzicht geven hoe het is om met een zelfrijdende voermengwagen te rijden, die te besturen, of hoe de pens, de grootste maag van de koe, eigenlijk van binnen werkt. Boer zijn is topsport. Want je hebt een ontzettend veelzijdige en dynamische baan. Je bent op je eigen bedrijf of het bedrijf waar je werkzaam bent, natuurbeheerder, je bent dokter, je bent voedingsspecialist en nog veel meer. Bij ons kun je leren via de BBL, de beroepsbegeleidende leerweg. Dat betekent 1 dag naar school en 3 à 4 dagen in loondienst. De BOL, de beroepsopleidende leerweg, dan ben je hele dagen op school en volg je stages. Hoe daar per locatie invulling aan wordt gegeven, is verschillend. Dus tijdens de voorlichtingen die vanavond aansluitend aan de webinar plaatsvindt om 8 uur, kun je hier meer over vragen en hoor je ook meer over welke opleiding op welke locatie is. Want er zijn 3 locaties waar de meeste opleidingen zijn. Dat is locatie Hardenberg, Doetinchem en Almelo. En veehouderij niveau 2 is ook nog in Twello te volgen. En wat kun je dan worden? Dat vragen jullie je vast af. Als je klaar bent met de opleiding veehouderij, ben je breed inzetbaar voor de arbeidsmarkt. Wil je op een veehouderijbedrijf aan het werk? Noem je jezelf klauwbekapper? Of praat je met een duur woord over rundveepedicure? Of ga je aan het werk in de periferie? Die keuze die is volledig aan jou. Wat het werk van die veehouder is, dat weten misschien een heleboel van jullie waarschijnlijk wel. Maar wat doen die andere beroepen dan? Zoals je ziet op de sheet staan er heel veel mogelijkheden. We komen dan ook vaak oud-studenten tegen bij de verschillende bedrijven waar we mee samenwerken, die jullie hier aan de rechterkant van de PowerPoint ook zien. En wie ben jij dan? Herken jij jezelf in dit verhaal? Zie je jezelf tussen de dieren werken? Ben je een echte aanpakker? En zie je kansen en mogelijkheden? Maar ook vertel je graag over je passie. Kun je goed alleen werken? Maar vind je het ook leuk om samen de werkzaamheden te doen? Kortom, voel jij je thuis in onze agrarische sector? Als dat zo is en je kiest voor die opleiding veehouderij, dan bepaal je zelf je route. Er kwam straks al een vraag binnen via de chat, dus ik ga proberen uit te leggen wat de verschillen zijn tussen niveau 2, 3 en 4 bij ons. Stroom je in op niveau 2, dan heb je bij het VMBO een entreediploma of een niveau 1. Dan mag je op niveau 2 binnenstromen. Je bepaalt zelf je route, want vanaf niveau 2 kun je doorstromen naar niveau 3 als je denkt dat je dat kan. Als je een VMBO-diploma kaderberoepsgericht of gemengde leerweg hebt, dan mag je op niveau 3 instromen. En het verschil tussen niveau 3 is dat bij niveau 2 ben je aan het werk meewerkend medewerker. Bij niveau 3 ga je zelfstandig uitvoeren van praktische werkzaamheden en doe je ook de werkverdeling en de werkvoorbereiding. Als je kader hebt gedaan op het VMBO, ben je eventueel wettelijk toelaatbaar voor niveau 4.
Daar moet je echt wel goed over nadenken. Want bij niveau 4 komt zelfstandig uitvoeren van de praktische werkzaamheden aan bod. Maar het is inclusief verantwoording dragen voor planning, beheer en ook leiding geven. Dus economisch, financieel, daar komt veel meer bij kijken. Dus ben je KB'er en zeg je, ik ben een hele goede KB'er, ik heb dat goed onder de knie. Dan mag je in principe doorstromen naar niveau 4, mag je instromen in niveau 4. Doe je dat niet, dan ga je met niveau 3 beginnen, maar kun je wel opstromen naar niveau 4. En dat kan ook versneld. Als je gebruik maakt van bijvoorbeeld het keuzedeel Engels, tijdens het tweede jaar kun je Engels doen, tijdens het derde jaar in niveau 3 kun je Engels doen als keuzedeel. En dan heb je een voorsprong om versneld niveau 4 erachteraan te doen. Dus die route, zoals jij hem hebben wil, bepaal je zelf. In overleg met je coach natuurlijk, op school. Wat doen onze oud-studenten dan eigenlijk? Want vanzelfsprekend is de opleiding geschikt voor agrariërs die thuis het bedrijf willen overnemen. Dat denken sommige mensen ook. Ik kan alleen naar die opleiding omdat ik thuis het bedrijf wil overnemen. Maar deze oud-studenten die komen we nu tegen als praktijkopleider of stagebieder. Maar ook als je geen thuisbedrijf hebt, zijn er echt genoeg mogelijkheden. Dat laten de oud-studenten die ik nu aan jullie voorstel zien. Tijdens haar tweede stage maakte Lieke kennis met de melkrobot van Lely. De techniek sprak haar zo aan dat ze heel bewust voor haar periferie stage heeft gesolliciteerd bij Lely. Vanuit haar stage kon ze na haar opleiding direct aan het werk. Bent-Jan die wilde de wereld zien. Die ging op stage naar Canada, dacht erover na om te emigreren, maar de liefde hield hem in Nederland. Ook hij kon na zijn periferie stage bij Lely aan de slag als monteur, feed en barn. Hij was liever aan het werk met het voer en de mestrobots. Jasmijn ging op stage naar Zweden. Ze deed daar heel veel werkervaring op. En ze leerde dat ze meer in haar mars had dan ze eigenlijk zelf dacht. Ze ging na haar opleiding als bedrijfsverzorger aan de slag. En nu is ze herdsmanager van een melkveebedrijf met 600 koeien in Oost-Duitsland. Ben je enthousiast en wil je meer weten? Dan kun je deelnemen aan die specifieke voorlichting om 8 uur vanavond. Dus na deze voorlichting ga je naar de site en kun je om 8 uur deelnemen aan de voorlichting van jouw locatie. Ik zie nog een vraag voorbij komen, want de docenten en de studenten van de locatie zitten daar voor je klaar om vragen te beantwoorden. En hier staat sluit niveau 4 goed aan na 4 jaar Groene Lyceum. Ja, de ervaringen zijn goed. Zelfs na 3 jaar Groene Lyceum hebben wij leerlingen die bij ons instromen, wel in leerjaar 1. Maar dan heb je 3 jaar Groene Lyceum, ook 4 jaar gedaan en dan kun je prima het mbo niveau 4 erachteraan doen. Als je zo dadelijk om 8 uur graag de voorlichting op locatie wilt volgen, dus Almelo, Doetinchem of Zwolle, ga dan naar beneden scrollen op de site van de Open Dag. En dan kom je op een gegeven moment terecht bij presentaties locatie Almelo en dan kun je daaronder klikken op het oranje balkje. Klik hier en dan kom je terecht bij de docenten van de opleiding. Dus dan maak je ook kennis met andere docenten in plaats van alleen met mij. Wil je dan nog meer weten? Check dan de website, volg ons op Instagram, Facebook. Zelfs nu met corona kunnen we niet veel doen, maar wat we kunnen doen proberen we te delen op Facebook met jullie. Dus via Facebook kun je op de hoogte blijven. Kijk op de site, kijk de opleidingsvideo nog eens na. Dank voor jullie aandacht en we verwelkomen jullie heel graag als nieuwe student bij de opleiding veehouderij.